Danny, heb je het ooit eerder meegemaakt dat de wedstrijd door de weersomstandigheden werd gestaakt? Volgens mij heb ik wel eens meegemaakt dat hij dan tijdelijk gestaakt werd. Maar of hij echt definitief gestaakt werd, dat kan ik me niet heugen in ieder geval. Het is de 56e minuut tijdens het duel tussen PEC Zwolle en FC Groningen. Als Memišević paast op Paul Gladom. De spits kijkt en passeert Diederik Boer met een bekeken schot. FC Groningen staat in de tweede helft in Zwolle met 2-1 voor. En daar zijn de fans van de FC uiteraard blij mee. Er wordt daarna echter niet afgetrapt. Scheidsrechter Martin van der Kerkhof staakt tijdelijk het duel vanwege het onweer boven het stadion. Ja, Paul, dan scoor je 2-1 en dan mag je meteen naar binnen. Ja, zeg dat wel. Ja, ik zag het natuurlijk al dat het al een beetje een paar flitsen in de lucht natuurlijk. En dan weet je wel bij je eigen van ja, als het doorgaat kan die nog wel eens even staken. En ja, uiteindelijk gebeurde dat ook. We komen hier natuurlijk om een wedstrijd te spelen. Ja, als je na 55 minuten naar binnen moet, dan hoop je dat het even tijdelijk is dat je hem daarna af kan maken. Want ja, je wilt liever niet twee keer uit naar Zwolle. En ja, kijk, helaas heb je bepaalde externe factoren waar je niet de vinger op kan leggen. In de periode dat de wedstrijd stil ligt, komt de regen met bakker naar beneden en blijft het onweren. Je probeert natuurlijk de focus te houden. Je probeert je tank bij te vullen met eten en drinken, een beetje te rekken, te strekken, te fietsen, om alles een beetje actief te houden. En hoe langer het duurt, hoe minder vertrouwen je er natuurlijk wel in krijgt. Na ruim een half uur komt de mededeling dat het duel definitief is gestaakt. En op een gegeven moment zit je een tijdje binnen. En dan word je bij elkaar geroepen en dan geven ze aan dat de weersomstandigheden voorlopig niet gaan veranderen. En volgens mij staat er een half uur voor, hè, na het staken. En dat hij dan definitief gestaakt wordt en dat ze op zoek gaan naar een andere dag om hem uit te spelen. Die dag is komende maandag om 8 uur 's avonds. FC Groningen begint woensdagavond prima aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Hier krijgt Gladon na 4 minuten al een enorme kans, maar hij doet er dit mee. Kun je zo'n moment snel van je afzetten? Ja, eigenlijk wel. Was natuurlijk, zag er een beetje ongelukkig uit natuurlijk. Ik wou hem schieten en ik kwam eerst tegen mijn standbeen aan. Alleen dan moet je gewoon die knop omzetten en verder gaan. Dat doet FC Groningen als geheel. Doan vindt Sierhuis. Boer voorkomt het openingsdoelpunt. Het lijkt erop dat Doan en Sierhuis elkaar steeds makkelijker weten te vinden. Ja, dat denk ik wel. Kijk, Doan is natuurlijk hartstikke goede voetballer. En kijk, ik probeer inderdaad te lezen wat hij wil. En naarmate je vaker traint en speelt met elkaar, is het ook logisch dat je meer een band begint te vormen. Goed, het uitzicht nu inderdaad in een paar goede aanvallen tussen ons twee. En nu was het ook een keer raak, dus dat is ook prettig. Dat gebeurt in de 20e minuut. Let op de paas van Doan op Sierhuis. Prachtige bal van Doan. Sierhuis maakt het uitstekend af en gaat het feestje vieren met de supporters. Het is lange tijd geleden dat ik een goal had gemaakt. En in de wedstrijden hiervoor was het hard werken, was het sleuren. Wel kansen krijgen, maar die vielen dan net niet. En gelukkig was het vandaag wel weer zover. Ja, ik denk dan de eerste 25 minuten, misschien wel 30, absoluut de bovenliggende partij waren. Een paar hele goede kansen creëren, goede goal maken. Je doet jezelf misschien wat tekort, want je had er wel meer kunnen maken. Ja, zeker. En het laatste kwartiertje van de eerste helft werd Zwolle sterker. In die fase krijgt PEC Zwolle de grootste kans. Namli stuit eerst op pad en schiet daarna tegen de lat. Na de pauze is het Lennartie die Zwolle snel naast FC Groningen schiet. Waarna Paul Gladon de FC in de 56e minuut opnieuw op voorsprong zet. En met die stand gaan PEC Zwolle en FC Groningen maandagavond om 8 uur verder. Als je scoort natuurlijk, dat is altijd lekker. En was ook weer een belangrijke goal natuurlijk, die 2-1. En Kai ook weer gescoord. Dus als er twee spitsen zijn, is dat lekker als je er allebei in maakt.